Een extra uitzending weer tussen 8 en 5. En dan kunt u luisteren naar HRNFM. En dan kunt u ook alles weer volgen. We zenden alles weer uit. En we houden u op de hoogte van de laatste informatie rondom het raadsonderzoek. En we blijven na het raadsonderzoek. Morgen blijven we ook in de lucht. Na 5 uur hoort u een uurtje non-stop muziek. Tussen 6 en 7 hoort u Markeerpunt met Mark Bouwmans en Ernst Krol. Tussen 7 en 8 hoort u de Hollandse Mix. Dat is een programma samengesteld door Geert Snuk met alleen maar Hollandse muziek. En mocht u dat missen, dan wordt dat zaterdagmiddag herhaald tussen 1 en 2 uur. En tussen 8 en 9 hoort u het laatste programma van morgen. Dat is AJ's Rockshop. De beste en mooiste rockmuziek met Evert-Jan Eringa. En vrijdag zijn we er natuurlijk ook weer. Dan tussen 7 en 8 met Wilde Haren. Het jongerenprogramma van HRNFM. Met mijzelf, Kevin van der Laan en collega Werner Huitsing. En vrijdagavond dan is er tussen 8 en 11 ook nog Jam FM. En dat is deze keer een hele bijzondere aflevering. Want daarin wordt de opbrengst bekendgemaakt van de actie die rondom kerst hier bij HRNFM is gehouden. Met een benefietavond, namelijk de actie Groningen voor Afrika. Er was een single gemaakt door diverse Groningse artiesten. Groningen voor Afrika heette het collectief. En ze maakten de plaat Losse Found door Kerstverstijd. En die plaat die is heel vaak gedownload, heel vaak verkocht. En mensen konden doneren ook zonder de plaat te kopen. En er was van alles mogelijk. En er is nu een eindbedrag bekend hoeveel er is binnengehaald. En dat bedrag dat wordt dus vrijdag bekendgemaakt. En de check wordt dan ook overhandigd hier in de HRNFM studio aan een vertegenwoordiger van het goede doel waar we voor wat hebben gedaan. Dat is Samsam Water. En tenslotte wil ik u ook nog wijzen op aanstaande zaterdag. Dan is het tussen 9 en 12 weer het weekendradio magazine. Dat belooft een politieke uitzending te worden. Natuurlijk gaat het over de benoeming van de nieuwe burgemeester Rob Bats. En het gaat ook over de raadsonderzoeken en de raadsvergadering. Kortom, genoeg reden om de komende dagen weer naar HRNFM te luisteren. Hier op 107 FM in de Ether, 105.5 op de kabel of wereldwijd via de stream op www.haren.fm. Nou, aan deze uitzending vandaag werkte ik alleen mee. Ik was producer en techneut en presentator en mijn naam is Kevin van der Laan. Ik wens u een fijne avond, een prettige voorzetting van de woensdag. En ik hoop dat mijn collega's u morgen weer mogen begroeten, morgenochtend om 8 uur bij de tweede dag van de raadsonderzoek rondom het Haderaplein, Raadhuisplein. Ik zeg nogmaals fijne avond en we gaan eruit met Ginger Ninja en The Sunshine. Zometeen na 5 uur hoort u hier het raamprogramma tot morgenochtend van Radio Noord, waar nu van Noord tot 6 is te beluisteren, gepresenteerd door Edwin Pasveer. Ik zeg een fijne avond, ik zeg het nogmaals en tot ziens.